Hallo, Spencer, Brizzo, mijn gamers en alle van de drie vrienden van de Japanese geheimzinnige ongeluk. We gaan weer verder. Hopelijk wordt het deze keer niet zo kut als het de vorige keer al door is. Want ja, ik ben nu al, dit is zeker de vierde keer dat ik springtraining doe. En ondertussen begint het aardig bagger te worden. Ik ga half dood van springtraining. Ik krijg chlamydia, herpes en aids van springtraining. Mensen vinden het grappig als ik herpes, chlamydia of aids of welke soa dan ook zeg. Dus ik zeg het, want dat willen mensen gewoon. Yay, dat was een springtraining. Mijn scherm is heel erg groen, alsof ik er een magneet bij hou. Ik denk het ook. Waarom dat groen opeens? Waarom? Het staat nergens op. Het spel crasht helemaal. Het spel wordt gek van zichzelf. Dat is de beste mogelijkheid die ik kan vinden. Als we nog een keer dat fucking springen moeten doen, dan ga ik helemaal diarree poepen hoor. Even kijken. Bieten, appels, kleine bordetjes. Dan weet ik jou weer dan. Bietjes, appels, maar ook kleine bordetjes. Zou je dat? Ik pakte zo die kleine bordetjes uit die bakken, gooide ze in de emmer. En dat paard had geen honger meer. Zie je dat? Geen honger meer voor dat paard. En dat groen houdt nog steeds aan. Gewoon opeens herpes op mijn beeldscherm. Ja, weet je, dat hoort erbij. Ik vind het nog steeds raar dat er nog steeds een lege stal is. Kijk, hier is de stal, daar staat op Lightning. En in de stal van Lightning, heb ik al eerder gezegd hoor, staat al geen bordje. Dus voor mij is in de programmeer iets fout gegaan. Een of andere stoute developer die deed, ik wissel de bordjes om, ik ben zo'n bad guy. En dus niemand die het ooit is opgevallen. En hij lag nog steeds, iedere avond ligt hij in zijn bed met de schuld van, kut, ik heb het helemaal verpest, ik ga naar de hel. En dat gaat hij ook, want hij had de bordjes omgewisseld. En dan ga je naar de hel. Dat is gewoon zo, weet je. Je kan er omheen lullen, je kan er in lullen. Je gaat naar de hel. Oké, nou, dat was het paard. Het is nog nooit eerder gebeurd, nog nooit eerder vertoonde paardwastechnieken. Op en neer met je muiscursor, alsof je het meent. Fuck jou. En dan pakken we het borsteltje. Is het meer op een blok zeep? Is het een blok zeep? Zou best kunnen, want je was hem nog een keer. En dan komen zeepbubbels van hem af. Serieus, is dat een blok zeep? Een blauw blok zeep, wat na 100 keer was en nog steeds niet verslijt. Klinkt awesome, klinkt Harry Potterig. Dit spel is Harry Potter, past in mijn stijl. Even je buikje wassen. En op en neer met het laatste deel, vooral het hoofd, op en neer en dan wordt zijn hoofd nat en dan wordt het paard ziek. Dat is belangrijk. Yeah. Jur zegt trouwens even gauw in de livestream dat hij 3 jaar Latijn heeft gehad, maar ik kan blijkbaar niet tellen, want hij heeft maar 2 jaar Latijn gehad. Sukkel. Noem het gewoon even op, Jur, ik hou nog steeds van je. Ah, hij verbetert zichzelf nu al. Hihihi, 2 jaar. Oh. Ik heb ook 2 jaar Latijn gehad. Leuke verhalen. Ik ga gewoon even voor de mensen die de video kijken vertellen wat Jur stond voor zijn Latijn. Het was een 2. Alsnog. Jur is gewoon overgegaan met een 2 voor Latijn. Van die mensen zeggen, oh nee, het is een 2,5. Ik ga niet over. Nou, als je gewoon Jur heet, dan kun je gewoon overgaan met iets van een 5, een 4 en een 2. Dat is gewoon skills hebben. Dan moet je gewoon echt heel veel seks hebben met leraren en shit. Of gewoon Jur zijn. Met stoelen gooien en boos worden. Yeah. Oké, maar nu gaan we verder met paardwaspraktijken. Want ja, paarden moeten gewassen en zullen gewassen worden. Yes. Jur zegt nu in de chat, 3 gymnasium was awesome. Dat was het zeker, Jur. voor de informatie, ik zit nu in 5 VWO. En ik heb de 4e ook VWO gedaan. En 2e gymnasium, 3e gymnasium. En in eerste deed ik HAVO. Ik ben gewoon van HAVO naar gymnasium gegaan. Dat bestaat ook. Wow, en ik heb blauw. Lege stal. Oh nee, is Lightning gestolen? Nee. Blauw. En die intervals zijn raar. Echt, iemand houdt gewoon een magneet bij mijn computer. Het was vast meneer Visser. Nee. Wat zeg je? Hoe kan dat nou? Oom Arthur, wat moeten we nu... Ik snap er niks van. Oh god, jongens. Spanning. Het paard is weg. Die gasten willen ons echt helemaal... Tante Eva is terug. Hoe kunnen mensen zo slecht zijn? Ja, gewoon hè. Just do it, do it. Welke gasten? Christian, ik weet bijna zeker dat meneer Visser... Meneer Visser is aan mensen hier achter zitten. Nee, ik laat altijd paarden bij de los voor de grappen. Hobby's. Laura, Christian, we moeten geen tijd verspillen aan speculaties. We moeten snel de hele omgeving afzoeken naar het paard van Gerard. Waarschijnlijk is hij ergens verdwaald. Ik kan me goed voorstellen dat je gelijk hebt, Laura. Maar eerst moeten we kosten wat het kost het paard van Gerard terug. Laura, ik ga in het bos zoeken. Als jij nu je vrienden vraagt die ze hebben gezien in de stad en omliggende dorpen afzoekt. Afgesproken. Laten we direct gaan. We mogen geen tijd meer verliezen. Oké. Vindt het paard? Ja, leuk. Natuurlijk gaan wij beginnen met... welk paard pakken we? We nemen Fox, want mijn grote vriend Stijn Vos zit in de livestream. En dit paard heet Fox, en dat is Engels voor Vos. Echt waar. Nee, kut. Terug met het rekje. Eerst moet het zadel erop, jongens. Ik ben een paardenkenner. Ik weet precies wat ik doe. Eerst het zadel, dan het tuigje. Oké, Fox, kom erop. Fox is wel een ginger trouwens, maar dat wisten jullie al. Gelukkig maakt het niet uit welk tuigje je pakt. Pak dit tuigje. Dit is zo'n mooi tuigje. Maar pak ik bijna altijd dit tuigje, gewoon onbewust, weet je. Ik heb een voorliefde voor het rode tuigje. Oké, we hebben het paard. Even mee naar buiten met het cupbeest, het paard aan de hand, heet die shit.
En dan, ja, dan gaan we op paard en dan dorpjes afzoeken en mijn vrienden langs. Ik denk dat we best naar het dorp kunnen gaan waar normaal geen etendaal is. Want ze verwachten natuurlijk dat ik naar alle andere dorpjes ga boven dat dorpje. Geen idee wat dit voor rare psychologie is. Er zijn niet zoveel dorpjes in ieder geval, dus laten we gewoon naar Tom gaan. Tom weet vast wel waar mijn paard is. Mensen hebben het in één keer over dat zijn en Jur bij mij in de klas zat en hoe intens dat is. Maakt niet uit, ik moet echt niet op de livestream letten, dat verpest mijn video's. En ja, we zijn aan het zoeken naar een paard. Genaamd Lightning. Lightning Bolt. Dat was even een kleine uitval. Sorry, ik viel uit. Laat me met rust. Hier, we richten bij in de Tom richting. Dat is gewoon een richting, weet je. Ten zuiden van nu, als waar we nu heen kijken, het noorden is, in het zuiden. Zijn twee dorpjes, eigenlijk zuidwest. Zijn twee dorpjes, laten we daar eerst even heen gaan. Ik gok dat het paard daar niet is, maar dan zijn we bij Tom geweest, weet je. Tom trouw met mij. Waar is de muziek eigenlijk van het spel? Spel? Waar is je muziek? Serieus. Spel is in één keer helemaal serieus geworden, geen muziek en shit. Oké, nu moet er wel muziek komen. Het zonnetje schijnt, het paard rijdt. Laura's geslachtsdelen hobbelen tegen het zadel aan. Het is tijd voor een mooi muziekje. Alleen dat is er niet. Waar is de mooie muziek? Waar is de mooie muziek? Waar is de mooie muziek? Oké, Tom, kom maar op man. Waar is dat kutpaard? Waar is dat kutpaard? Oh, daar is de muziek. Mooi. Gezien nu bij Tom afrijden, speelt het instrumentale deel van Tom trouwen met mij. Dat is mooi. Ik kan afstappen zeker nu. Ja, ik kan nu eindelijk afstappen. Want ja, als je geen voer hoeft te halen, mag je wel afstappen van je paard. Kijk Tom. Hoi hoi. Kan ik je mee helpen? Ja. Ja, ik heb een paard. Ik zoek een paard. En je wil me er niet mee helpen, Tom. Fuck jou. Je wil niet trouwen. Je wil me niet helpen met een paard. Oh ja, Tom. Ik hield van je, man. Maar dat is zo lang geleden. Dat is zo aflevering 3 of 4, man. Echt. Jij bent zo passé. Onze liefde is... Het is uit. Het is uit tussen ons, Tom. Het is nooit aan geweest, zeg jij. In mijn gedachten wel. En ik maak het nu uit. In mijn gedachten ook. Jij verkoopt nog steeds groente. Leuk. Ik denk gewoon dat het niet hier is eigenlijk. Nou, het zegt. Even naar binnen. Er staat een paard in de gang. Die grap heb ik al veel te vaak gemaakt. Laten we weg uit dit kutdorp. Op naar het volgende kutdorp. Yeah, hier groeien ze weed. Minecraft uit. Het zijn nep Minecrafters deze mensen. En ja, we gaan op naar het volgende dorp. Het volgende avontuur. En ja, ik ga nu gewoon met mijn linkerhand aan mijn nek krabben, want ik heb jeuk. En met mijn rechterhand versnel ik het paard tot een maximale snelheid van 5 km per uur. Want dat is normaal voor paarden. La-di-da, la-di-da, Tom trouw met mij. En het paard lijkt alsof het oog op zijn kont heeft. Nee, serieus, het lijkt alsof het paard ogen op den bips heeft. En ja, de zaad lijkt dan op een hele rare snor. Nee, nou kun je het niet meer zien. De kont van dit paard had op een walrus. En je kan het niet meer unzien. En de staart wordt gewoon langer, zie je dat? De staart wordt langer, alsof het een, ja, alsof het een raar stuk vlees is wat uitrekt. Daar lijkt het paard op. Oké, we gaan even hierheen. Vind het paard. Ik vind die beschrijvingen zijn zo vaag. Vind het paard. Oké. Okay. Nee, wat is er nou voor beschrijving? Vind het paard. We moeten in het dorpje kijken. Hierachter dit veld is nog nooit wat gebeurd. Dus ik vind het een hele logische plek voor het paard om te zijn eigenlijk. Want ja, er is nog nooit iets gebeurd met het paard hier. Ik weet niet of we echt af moeten stappen, met mensen moeten praten. Maar... Oh, daar is het paard. Gevonden. We hebben het fucking paard gevonden, jongens en meisjes. Rick van Serpent Gaming heeft het onmogelijke waargemaakt. We hebben het paard gevonden. Oh, Lightning, of gaat het met jou? Hele muziek is in extase. Ik heb je gevonden, lul. Wat nu? Nou, waarom gebeurt er niks? Ik heb het paard gewoon gevonden en het boeit het spel helemaal niks. What the fuck? Wat was met deze? Ik heb gewoon het paard gevonden. Ik heb een andere paard. Volgt het me nu? Nee. Ik heb maar een tikje gepeukt. Ik peuk je dood. Oh, god. Waarom doet het paard niks? Serieus. Ik heb het paard gevonden. Dus dat vindt het paard. Vind ik het paard? Weer niet goed. Nou ja, weg. Ik heb het nu gevonden. Doe ik een voorrij met mijn andere paard. Hallo? Hallo? Ik stop wel even met recorden. Dan ga ik verder met recorden als ik het paard gevonden heb. Want ja, ik sta er best wel naast. Oké, tot zo. Oké, ik ben zelf de conclusie gekomen dat ik gewoon een tuigje mee moet nemen en zonder paard moet komen. Als het niet gaat werken, heb ik fucking 7 minuten naar dit fucking paard toegelopen met een tuigje. En dat zou kut zijn. Want ja, dan ben ik 7 minuten van mijn leven kwijt. En dan moet ik ook 7 minuten teruglopen. Alleen sluit ik dan gewoon het spel af. Oké, daar gaan we dan. Ik heb trouwens net ook een spel opgesloten. Ik zat vast in het paard en zo. Jij wil die dingen gaan vastzitten in paarden. Oké, is het goed? Je kunt niet opstappen. The fuck? The fuck? Nou, dat was leuk. Ga je mee, paard? Ik duw je wel naar huis. The fuck? Oh mijn god, ik ga dit. Nou, dat is nog steeds niet de oplossing. Ik heb nog geen idee wat de goede oplossing is, maar dit is niet de oplossing.
Misschien als ik zonder tuigje ga, dat ik wel dan wel kan opstarten, dan moet ik het hele stuk nog een keer lopen. Dat vind ik interessant. Want ja, als ik met twee paarden ga, dan vind ik het logisch dat je niet kan opstarten, want dan laat je een ander... Oh. Ik heb net gehoord van mensen in de livestream dat ik met Max moet praten. Dus we gaan eventjes het spel beëindigen. En zie ik jullie zo en dan gaan we met Max praten, want ja, Max die weet gewoon alles. Oké, tot zo. Ik rijd in één keer door het bos, gebeurt dit. Ik heb geen idee wat er gebeurt, ik zie het paard wegrennen. Oké. Verder zei het spel dat wij naar Appeldorp moesten, ja? Nee, naar dat grote dorp en dan het eerste huisje of zo. En daar is dan Max en iets met 's nachts paarden zoeken. Ik weet niet, moesten we naar het Appeldorp of bij het... Oh, Appeldorp, ja. Oké, Appeldorp. Naar Appeldorp en dan het eerste huis, Max en dan 's nachts paarden zoeken. Logisch. Ze vormen met allemaal 8-jarige meisjes, dus ze hebben vast gelijk. Wanneer hebben 8-jarige meisjes niet gelijk? Exactly. Haar naam was Laura, zegt iemand in de chat. Het is echt een kut nummer en nu zit het in mijn hoofd. Oké. Eerste huis, Max. Ja, er zijn met twee huizen, dus het moeilijk wat je het eerste huis wil noemen. Maar dit is het eerste huis natuurlijk. Is dat Max? Nee, dat is niet Max. Ik ga het nog even van mijn paard af. Uit respect voor de mensen van Appeldorp, stap ik nu af van mijn paard. Stijn, geniet van het forum. Het forum is echt geniaal. Oké, met jou praten. Jij zorgt toch voor het paard, ja. Gerard? Wauw, daar weet je er echt veel van. Fuck jou. Dus ja mensen, ga gewoon naar 3 vrienden van de Manege Forum, het is geniaal. Ik ben er... Oké, ga even een stukje van het forum voorlezen. Hey meiden jongens, ik ben best wel verliefd op een jongen, maar ik weet nooit of hij wel verliefd op mij is. Dus vroeg ik me af, hoe weet je ook of hij ook op jou is? Wil u uit bij reageren of was bedankt? Ja, gewoon je moet een beetje kijken wat hij doet als je bij hem in de buurt komt. En als je wat aan hem vraagt, moet je hem aankijken en hij reageert ofzo. XXX Jime. Nou, dat was een stukje voorgelezen door de paardenforum door mij. Graag gedaan mensen. Hé, kijk, daar is Anna. Oké, sorry dat ik een stukje moest voorlezen. Het is moeilijk lezen met al die slechte grammatica en zo. Ze hebben het paard van Gerard ontvoerd. Christian en ik zoeken overal. Hebben jullie het paard misschien gezien? Nou, er rende hier wel een paard langs. Maar ik weet niet of dat het paard van Gerard was. Sorry, Laura. Als ik het had geweten, had ik meteen geprobeerd te vangen. Ben ik toch dom? Aan mij heb je ook niets. Nee, Anna, zeg dat zo toch zo zeg niet. Je dat niet. Kom op, Anna. Ga door met leven. Geen zelfmoord plegen. Je hebt me al zoveel geholpen. Zonder jou zou ik nooit zo dichtbij de deelname aan het concours zijn geweest. Precies. Je bent echt een goede vriendin voor nice. Me. Nice. Bedankt dat je niet boos bent. Ik heb nu ineens 2 echte vrienden. 2 echte vrienden, want daarvoor was natuurlijk 2 neppe vrienden. Jij en Max. In caps lock. Maar nu ga ik je helpen. Zeg het eens, wat kan ik doen, Laura? Je bent een geweldige detective, Anna. Als je nog een interessant spoor ontdekt... Zou ik je meteen aan Arthur willen vertellen? Is goed, Laura. Zal ik doen. Heb je Max al gesproken? Misschien weet hij wel iets. Ja, waar is Max? Is de vraag. Op het paardenforum was er een hevige discussie over waar is Max? Iets met het postkantoor. We moesten eerst naar het eerste huis in Appeldorp. Dat is Anna natuurlijk. En dan moeten we naar het postkantoor. En dat is dat andere dorpje, geloof ik. Toch? Hi. Ja, Dennis. Fuck jou, Dennis. Mijn broertje heet Dennis. Nou en. Oké, we gaan dus nu even naar het andere stadje en dan kunnen we hopelijk naar het postkantoor en dan moeten we 's nachts paarden zoeken. En ja, breng allemaal een bezoekje aan de paardenforum. Sponsor! Nee, eigenlijk word ik niet gesponsord door het 3 vrienden van de Malaysia Forum. Het zou wel cool zijn als het forum naar mij toe kwam van Rick, we genieten van jouw let's play. Hij is goed voor 7-jarigen, want je veel scheldt met ziektes zoals AIDS en chlamydia. En nu willen alle 7-jarigen voorboedsmiddelen gebruiken en ja, anticonceptie en al die dingen. En nu krijgen 7-jarigen geen AIDS en chlamydia meer, bedankt. Graag gedaan. Het 3 vrienden van de Manege Forum, graag gedaan. Ook ik wil een betere wereld zonder AIDS en chlamydia. Daarom scheld ik er zoveel mee. Graag gedaan. Weer al. Graag gedaan. Oké, ik hoop dat Max in dit kutdorp woont, anders moet ik hem zoeken. Op een paardenforum zijn alle meisjes en ze weten niet waar Max is. Dus weet ik het ook niet. Het was trouwens het algemene kinderforum. Dus niet een specifiek paardenforum. Het was het eerste huis. Zal het niet dit zijn of wel? Maxi! Ik ga gewoon met paarden in huizen, want ja, ik ben een vandaal. Het postkantoor is geloof ik hier, bij de trein daar. Dat schijnt het postkantoor te zijn. Niet weer in die bak, anders kan ik er niet uit. Hebben jullie gemist, mensen in de livestream beter het. Dit is niet de goede volgens mij. Ik ga gewoon met mijn paard de trein in. Ik hoop dat het hier ergens is. Oké, we gaan even afstappen van het paard trouwens, anders dan problemen en zo. Afstappen Laura, afstappen zei ik. Oké, gaan we dit dorpje verkennen. Hopelijk is het hier ergens. Want ja, anders dan is het kut, hè. Dan zullen we nooit weten hoe het afloopt met dit spel. Het is wel handig als we het uit kunnen spelen, namelijk. Het is wel vet dat ik nu livestream heel goed, want anders had ik nooit zo ver gekomen. Alle mensen helpen mij. Kom met suggesties. Ga naar het paardenforum. Er zijn meerdere mensen op het paardenforum die problemen hadden dat ze het paard wel hadden gevonden. Maar ze er niks mee konden doen, dus dat komt heel goed uit.
Waar de vangst het postkantoor is een heel goede vraag. Met de postkantoor staat wel een meisje voor. Met het lieve, lieve meisje praten. Hallo, lief meisje. Ik zal voor je duimen tijdens het concours. Oh, het concours is denk ik toch echt nog niet geweest. Dat wat net was, was dus niet het concours. Ik heb al eerder zo'n kleine race gehad, inderdaad. Oké, met jou praten. Wow, lek. Nee, alsjeblieft, niet vastlopen. Kom op, niet de tweede keer. Godverdomme. Nou, ik ga weer verder met het record dat het spel niet vastloopt als ik Max heb gevonden. Tot zo. Jongens, moeten jullie kijken wat ik zojuist ben tegengekomen. Als ik groot ben, wil ik net zo worden als Christian. Gay! Nee, serieus, dat is echt het meest gaye wat ik ooit iemand heb horen zeggen. Zelfs Gerard Johan die zei, ik stop graag dildo's in mijn anus en met andere mannen zoen ik dan tegelijkertijd. Zelfs dat is minder gay dan dit. Ik dacht, ik deed het even mee. Tot zo, als ik dat kutkind van de Max gevonden heb. Tot zo. Oké, mensen, ik heb het Max mysterie opgelost. Op de paardenforum stond als je op M drukt. Krijg je natuurlijk gewoon de kaart. Dit hebben we eerder al gedaan. Max is aan de overkant. Er zit dus wel in Molendorp. Ja, Molendorp is dat. Ik bedank je voor het kijken van deze aflevering van de drie vrienden van de meneertje. Volgende aflevering gaan we Max vinden. En dan gaan we hem openrijten. En we gaan hem slaan. En we gaan een paard vangen ook nog. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video te liken. Tot de volgende aflevering van de drie vrienden van meneertje. Gaan zinnig ongelukje. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering.